Op dinsdagavond 30 mei aanstaande organiseert Milieuvereniging Land van Kuik een avond rond haar omgevingsvisie in gemeenschapshuis De Jachtgoorn in Sint-Huwert. Als introductie worden de volgende beelden gebruikt. Land van Kuik is de gemeente in Brabant met de grootste oppervlakte aan landelijk gebied. Dat biedt kansen. Echter, de leefomgeving, waaronder lucht, water, bodem, natuur en ruimtelijke ordening, staat onder druk. Voor de nieuwe gemeente Land van Kuik biedt de nieuwe omgevingswet de mogelijkheid om met een schone lei te beginnen. De omgevingsvisie is onderverdeeld in drie inhoudelijke thema's: leefbaarheid, energie en natuur en landbouw. De nieuwe omgevingswet vereist een integrale, samenhangende aanpak van de leefomgeving en biedt daarnaast ruimte voor lokaal maatwerk. Het leven in een groene omgeving vormt een essentiële bijdrage aan een gezonde leefomgeving. Dit geldt niet alleen voor het buitengebied, maar zeer zeker ook voor het leefklimaat in de bebouwde omgeving. De visie van Milieuvereniging Land van Kuik is: in de woonkernen is het extra groen aangeplant, zodat de woonomgeving van de inwoners aangepast is aan het veranderende klimaat. De biodiversiteit staat niet langer onder druk, omdat alle ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente natuur inclusief zijn. Het is belangrijk dat mensen betrokken zijn bij hun eigen leefomgeving en hier invloed op kunnen uitoefenen. De inwoners van de gemeente Land van Kuik hebben de mogelijkheid en worden uitgedaagd om zo gezond mogelijk te leven. Verbetering van de wandel- en fietsroutes in en buiten de bebouwde kom. Als het beeld van de horizon of de harmonie van het landschap verstoord wordt, is er sprake van landschaps- of horizonsvervuiling. Als voorbeeld noemen we het tegengaan van reclameborden op plaatsen waar ze zichtbaar misplaatst zijn. De gemeenteraad van het Land van Kuik heeft op 9 maart 2023 ingestemd met het uitvoeringsprogramma Schone Luchtakkoord. Dat loopt tot 2030. Schone lucht en afwezigheid van stank, geluids, water en hitteoverlast zorgen voor een hogere kwaliteit van het leven. De gemeente is qua regelgeving erg afhankelijk van Haags beleid op het gebied van houtstook. Belangrijk hierbij is bewoners bewust te maken van luchtvervuiling en mogelijke overlast. Het afsteken van vuurwerk levert elke keer weer schade op aan onze leefomgeving. Het aandeel fijnstof in de lucht op jaarbasis bedraagt ongeveer 7,5%. De visie van Milieuvereniging Land van Kuik is: gemeente Land van Kuik wekt op zo kort mogelijk termijn alle energie die in de gemeente zelf gebruikt wordt, duurzaam, dus fossielvrij, op. De gemeente speelt een voortrekkersrol in de productie, opslag en distributie van de duurzame opgewekte energie. De gemeente ondersteunt en faciliteert burgerscollectieven die duurzame initiatieven ontwikkelen in de energietransitie maximaal. De meest voor de hand liggende duurzame energiebronnen zijn zon, wind, water en aarde. Prioriteit gaat altijd naar zon op daken en dit moet maximaal gefaciliteerd worden. In het Land van Kuik zijn zoekgebieden aangewezen waar traditionele zonneparken en windmolens geplaatst zouden kunnen worden. Het gebruik van biomassa als duurzame energiebron op basis van de thans gehanteerde technieken wijst de Milieuvereniging af. Energie uit monovergisting en covergisting van mest kan geen duurzame energiebron zijn. De gemeente geeft ruimte aan het toepassen van nieuwe technologieën, zoals aquatermien. Binnen het Land van Kuik is hiervan al een lichtend voorbeeld: het nieuwe Malet aan de Maas. Als je vanuit de ruimte het Land van Kuik bekijkt, zie je een paar grote lijnen. Dat is het Maasheggengebied van Holthees tot Keent boven Graven en de Peelhorst van Pakweg Westerbeek tot voorbij Lange Boom. Deze twee ecologische kernstructuren lopen van zuidoost naar noordwest. Op tal van plekken zijn deze verbindingen door de natuur op dit moment onderbroken door menselijk gebruik. In de visie van de Milieuvereniging Land van Kuik: herstel deze onderbroken verbindingen. De belangrijkste opgaven zijn:
de natuurlijke verbindingen binnen de Peelhorst herstellen, de natuurlijke verbindingen binnen het Maasherregebied herstellen en een zevental natuurlijke verbindingen aanbrengen tussen de Peelhorst en het Maasherregebied. Voor het Peelhorstgebied geldt een specifieke oproep voor de transitie van de volgende plekken. Het Vogelkwartet. Tussen de Delleweg, de Schippersweg en de Bosweg. De Kuilse Dijk. Westerbeek. Het Hoekske Langeboom. De ontwikkeling van het MOP-terrein baart zorgen. Om de waarde van het kerngebied te behouden is het van belang dat er zich zo weinig mogelijk barrières bevinden. De knelpunten zijn als volgt. Het veevoederbedrijf Havens in Maashees. De betoncentrale in het Maasherregebied. De kleiwinningsgebieden bij Oefeld. Waar de bebouwing van Kuik de Maas raakt. De keersluis bij Katwijk. En de bebouwing van Graven met de Maas. Kraaienbergse plassen via het Maasveld tussen Beers en Graven, de Raamvallei en stroomgebied van het Hoge Raam richting het westen. Van Sint Agatha via de landgoederenzone en Langeboomse bossen naar het noordwesten. Tussen Oefeld en Beuge via het tracé van het voormalig Duits lijntje en onder langs Sint Hubert naar de Wilbertortse bossen, de Molenheide en de Middenpeelweg. Via de ecozone Maasbroekse blokken onder langs Rijkenvoort en ten zuiden van Manrooi richting Middenpeelweg. Tussen Zambeek en Fortemullum, onderlangs Sint-Antonis en via het Sint-Antonisbos en het Peelkanaal. Tussen Vierlingsbeek en Maashees via de Overloonse bossen, onderlangs Overloon richting Honsberg. Tussen Fortemullum en Groeningen via de Stevenbeekse bossen en Westerbeek richting het westen. Het is wenselijk dat burgers, ook in het land van Kuik, meer sturing geven aan hun omgeving en daarmee aan hun toekomst. Wij zijn daarom groot voorstander van een burgerraad als experiment. Het idee van een burgerraad is niet nieuw en op tal van plekken worden hiermee goede resultaten behaald. De milieuvereniging Land van Kuik heeft tot doel op te komen voor de leefbaarheid en natuur- en milieubelangen in het land van Kuik. Met deze visie wil de milieuvereniging richting geven aan de inhoudelijke ontwikkeling van de gemeentelijke omgevingsvisie.